dit moment zullen we zeker in de top meedoen. Maar we willen eigenlijk boven de top staan. Dus daar hebben we nog wel even voor nodig. Een topsport is een heel mooi bestaan, maar je leert er ook ontzettend veel van. Discipline, doorzettingsvermogen, mentale kant is ontzettend belangrijk. Daar win je of verlies je door. Dan gaat het net om die 100ste seconde en vaak is dat toch een mentale kant die dan meespeelt. Dat zijn allemaal dingen die je leert in de topsport en die je ook heel goed kan gebruiken voor je toekomst. Het is voor mij een droom geweest van een 8-jarig meisje toen ik Yvonne van Gennep 3 keer goud zag winnen op de Spelen in Calgary. Is die Olympische Spelen voor mij een roze wolk geweest. Kom op, Yvonne Rijen, 4-12-09, sneller, 4-12, jawel, 4-11-94 en nu weet je het, wereldrecord, Olympisch record, fantastisch. En uiteindelijk sta je dan zelf op een Olympische Spelen en dat had ik voor geen goud willen ruilen voor een ander leven. Nee. Ja, zeilen is echt wel mijn passie. Ik ben er van jongs af aan mee opgegroeid. Ik heb er altijd onwijs veel plezier in gehad. En als je er zo intensief mee bezig bent, realiseer je dat niet altijd. Maar vaak als je dan een periode ertussenuit bent geweest, door een winterstop of de wisseling van Marceline naar Lisa toe. Ja, dan, als je dan weer voor het eerst in de boot stapt en weer over dat water zuist, dan realiseer je weer wat je eigenlijk voor een mooi beroep hebt. Op piekmomenten, ja, dan ben ik zo bloedfanatiek, dan moet het ook echt gebeuren. En dat maakt me nog extra scherp, dat ik ook vaak op die momenten in een flow beland, dat je achteraf denkt van jeetje, hoe had dit allemaal zo perfect op zijn plek kunnen vallen allemaal. En dat komt doordat je toch zo gefocust bent om het daar juist op dat moment goed te doen, dat dat ook lukt. En dat is lekker. Ja, ja, dat is het mooiste gevoel wat er is, ja. Nou, mijn mooiste ervaring is wel het behalen van uiteindelijk die zilveren medaille. Dat is toch een evenement waar je 4 jaar naartoe leeft, de Olympische Spelen. En het wordt zo gehyped door de hele wereld. En dat je dan op dat moment toch op dat podium terechtkomt. En die vlaggen omhoog ziet gaan en beseft dat je daar echt op de Spelen staat, op het podium, waar je altijd naar hebt gekeken op tv. Ja, dat is wel iets waar ik op dat moment misschien niet bij stilgestaan heb, maar zeker als ik daar nu op terugkijk, ja, dan krijg ik daar nog steeds wel kippenvel van. Ja. En dat is gewoon iets heel leuks wat je dan met elkaar mee. En dat zijn dingen die me bij zijn gebleven, het plezier met elkaar in waar we mee bezig waren. De wisseling van Marceline en Lisa, ja, het viel op zich wel mee.
Want ook Lisa heeft eigenlijk dezelfde opleiding gehad. We hebben allebei dezelfde coaches gehad, trainers gehad in het verleden. Dus ja, we hadden eigenlijk wel dezelfde technieken. Maar je moet natuurlijk wel als team weer aan elkaar wennen qua communicatie. En ieder persoon is weer verschillend. En ja, daar moet je gewoon ingroeien met elkaar. Je merkt nog steeds dat je steeds hechter team wordt. En dat je elkaar steeds beter gaat begrijpen. En daar is gewoon tijd voor nodig. Ik ben op mijn 22e in Amsterdam gaan wonen. Daar heb ik 3 jaar gewoond. En toen heb ik Dennis leren kennen. En die woont in Zwaag. En dat is eigenlijk weer terug naar mijn roots. Want mijn ouders die wonen ja, eigenlijk vlak om de hoek. Net niet in Zwaag, net in Horen. Maar ja, die komen regelmatig even een koffietje drinken. En dat is ontzettend gezellig. Dit was Zwaag nog. Dit wordt Horen. Het meest dierbare in mijn leven is mijn vriend en mijn familie. Ja, dat is me echt heel dierbaar. Hallo. Hi pap. Hey Lotte. Hi pap. Hi mam. Kom je net aan? Ben je al een tijdje? Nee, we kwamen ook weer binnenlopen. Zijn ik heb voor papa en mama een Twitter-account aangemaakt. Ja, en, ja. Ja, precies. Dat is wel eerst. En dan ben jij bent altijd reëler geweest dan ik. Ik ben wel eens een beetje te fanatiek misschien. Mijn moeder was al nu ook zoals Ben Sonders en Dean Sonders nu. Die zetten Horen op de kaart. Ja, dat vindt mijn moeder en die denkt... Ja, dat denk ik. Mokken even Horen op de kaart gezet. Waar hebben we het over? Ja, ik heb er heel veel voor over. Ik heb natuurlijk de tweede plek behaald in 2008. En geroken aan die eerste plaats. En ja, het zal de kroon op mijn carrière zijn. Ik heb 5 wereldtitels en Olympisch zilver. Dus er is eigenlijk nog één iets wat nog te behalen is. En dat is het allerhoogst haalbare. De sport waar ik in bezig ben. Dus daar heb ik zeker heel veel voor over.